1894 schildert de 30-jarige Brusselse kunstenaar Eugène Laermans dit schilderij, De Landverhuizers. Dezelfde periode schrijft Emile Verhaeren, een beroemde Belgische dichter, Landlui van Gier, geen haven en geen goed, slechts eindeloze tegenspoed. En we kijken naar een mensenmassa die zich voortbeweegt. Ondanks de massa een enorme stilte. Eugène Laermans was ook doof toen hij dit schilderde. Op het einde van zijn leven werd hij ook volledig blind. Mensen die in één richting kijken. En op de horizon enkel de kerktoren die ze achterlaten. Ja, je ziet een grote massa die dezelfde richting uitwandelt. Kijk naar hun verbitterde, lege blikken. Sommige blikken zijn gericht naar de stad of naar het dorp. De anderen kijken een wat donkere, onzekere toekomst tegemoet. Ja, een heel universeel, bijna tijdloos beeld. This is a photo for me. It's so sad for people leave home and leave the country and leave where they have life and looking for nice future for protection. The same this is for my experience, but also have the same feeling for this people, and this image is repeating same for long year until today is not finished. Dit is een beeld dat we vandaag inderdaad terugzien in 2015 in Oost-Europa, vandaag in Midden-Amerika, in verschillende andere delen van de wereld. Mensen gaan op zoek naar andere, betere levensomstandigheden, gedreven door oorlog, conflict, economische omstandigheden. En daar heeft het recht de neiging om mensen in categorieën op te delen. Ofwel ben je vluchteling en heb je een gegronde vrees voor vervolging omwille van je ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. Ofwel ben je een zogenaamde economische migrant en beantwoord je niet aan de definitie van het vluchtelingenverdrag en heb je geen recht op internationale bescherming. Vandaag worden wij geconfronteerd met vluchtelingen die uit andere delen van de wereld komen. Terwijl dat ik denk dat dit schilderij ook toont dat het belangrijk is om dat in een historisch perspectief te plaatsen. Dat zoveel jaar geleden er heel veel mensen vanuit hier naar andere delen van de wereld trokken. Op dit beeld heb je ook de indruk van de massa en die taal ook rond massa wordt vandaag wat misbruikt in de media, dat we soms het gevoel krijgen dat we overspoeld worden door vluchtelingen, terwijl dat helemaal niet klopt met de cijfers die daar tegenover staan. 86% van de vluchtelingen wordt opgevangen in ontwikkelingslanden vandaag. In 2015, die 1 miljoen vluchtelingen, dat komt neer op 0,02% van onze Europese bevolking. Dus die indruk van massa-migratie, die moeten we toch nuanceren. Ja, David Altmaat maakte dit werk in 2015. En voor hem is dit werk de bodybuilder. Iemand die zijn lichaam terug opbouwt. Eigenlijk een hele mooie metafoor voor Europa. En de handen zijn de verschillende nationaliteiten die samenwerken naar een nieuwe toekomst. Maar weer eens, dit beeld is natuurlijk open voor verschillende interpretaties. Dus ja, jij ziet daar een hoopvol toekomstgericht beeld. When I see the hand, that is like give unification. Even this unification is not clear target because the eyes is closed, cannot see for future. Er is geen hart. Ja, wat betekent dat hart voor jou? The not exist heart, but also the heart if not exist, you see behind the statue, you see the horizon, and that's also the way to look for a future, maybe can be future clear or not clear. Dus voor jou is het een positief, hoopvol beeld. Het gaat om een witte plaatstersculptuur. Wat betekent de kleur wit voor jou? In my culture, or I think in all the world, the white color, that is positive, that's symbol for peace. And peace at this moment is very important for everybody. Even these immigrants cross the Mediterranean or the cross anywhere, looking for peace, for a safety place. Volgens artikel 14 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens heeft iedereen het recht om asiel te zoeken.
Als ik kijk naar dit beeld dat Europa voorstelt, dan zie ik daar dat gebrek aan hart, die leegte. En voor mij weerspiegelt dat een beetje het gebrek aan solidariteit dat we vandaag zien in Europa ten aanzien van vluchtelingen. Want staten moeten maar een asielaanvraag behandelen als die op hun grondgebied wordt ingediend. En vandaag is veel van het beleid van Europa gericht om vluchtelingen, asielzoekers, buiten de Europese grenzen te houden. Ik zou zelfs durven zeggen dat voor mij misschien niet alleen het hart, maar soms ook vandaag het verstand, de ratio ontbreekt. Niet alleen een gebrek aan solidariteit, maar ook een gebrek aan het baseren van migratiebeleid op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Now the world also is not like before, it's one network. The people from here go to Africa like investment or tourist, but people from Africa coming here looking for peace or protection. I think that is normal, and the world is one. You cannot separate it.